De Tour de France 2019 is begonnen en het is een historische dag. Ja. Waarom dan? Omdat er in 30 jaar weer een Nederlander de gele trui heeft gewonnen. Inderdaad. En wie heeft dan de gele trui? Mike Teunissen. Inderdaad. Mike Teunissen wint de rit in Brussel. Pakt daarmee het geel. En dat 30 jaar na de proloogwinst van Erik Breukink in 1989. Ploegleider. Wat een fantastische dag. Ja. Ploegleider, ja? Van welke ploeg? Van Roompot, inderdaad. Tweede, wie was de tweede? Sagan. Sagan, inderdaad. Die pakt daarmee de groene trui. Die heeft hem niet eigenlijk helemaal, maar die mag hem lenen. Ja. Derde, die kleine jongen van Lotto Soudal. Caleb Ewan of zo, of ik het goed zeg. Ja, Caleb Ewan, inderdaad. Die wordt derde en pakt de jongere trui. Knappe prestatie van de jonge gast van Lotto Soudal. Een valpartij van de beste sprinter van de wereld. Dylan Groenewegen gevallen. Hopelijk niet al te erg, maar oké. Okay. Jacob Fuglsang gevallen. Ja, een van die klassementsmannen. Het gebeurt altijd. Dit is niet te voorspellen. Eerste rit van altijd valpartijen. Morgen een ploegentijdrit. Weet je hoe lang de ploegentijdrit is? Nee. Iets meer dan 26 kilometer. En het is start en finish in Brussel. En dan gaan we daar rijden. Wie is jouw favoriete ploeg van morgen? Voor mij Bora. Ik hoop dat we echt winnen nog. Nou, als Bora wint, dan pakt Sagan het geel. Maar laat mij hopen dat Jumbo-Visma het kan. En dat Mike Teunissen langer in het geel blijft rijden. Morgen op Eurosport om 14:50 zijn we te zien. Op Eurosport 1. En Eurosport Player. En op de Eurosport Player inderdaad. Morgen. Ademé. Ademé. Ademé.